Goed dat je kijkt en welkom in de Koken met Mo Academy. Vandaag gaan we volkoren havermout dadelkoekjes maken. Deze koekjes die zijn niet gezoet met suiker. In plaats daarvan hebben we verse dadels gebruikt. Laten we beginnen. Voor dit gerecht hebben we nodig 100 gram dadels, 50 gram volkoren tarwemeel, 60 gram boter op kamertemperatuur, 100 gram havermout, 1 ei, 1 theelepel honing, 30 gram gebroken amandelen, 1 theelepel kaneel en een halve theelepel bakpoeder. Je brengt wat water aan de kook in een steelpan. Daarna leg je de ontpitte dadels in een zeef of in een vergiet. Deze leg je vervolgens op het steelpannetje met kokend water. Verse dadels laat je ongeveer 10 minuten stomen en gedroogde dadels ongeveer 20 minuten. Na 10 minuten doe je de gestoomde dadels in een maatbeker of in een andere grote beker. Vervolgens doe je een theelepel kaneel bij de dadels. Daarna mix je het geheel met een staafmixer tot een soepele pasta. Deze dadelpasta breng je over naar de kom om alles in te mengen. In de kom doe je ook de volkoren tarwemeel. Een halve theelepel bakpoeder. De havermout, en de gebroken walnoten, daarna voeg je 1 geklopt ei toe, een theelepeltje honing, en de in blokjes gesneden boter. Vervolgens kneed je alles met de hand totdat het een deeg wordt. Als alle ingrediënten goed gemengd zijn, pak je een beetje van het geheel en maak je een balletje in je handpalm. Dat balletje druk je plat en dan heb je een koekje. Leg het op de bakplaat en doe met de rest precies hetzelfde. Met deze ingrediënten heb je ongeveer 30 koekjes van dit formaat en die kunnen dan de oven in. De koekjes leg je in een voorverwarmde oven op 180 graden en die laat je ongeveer 20 minuten staan. Na 20 minuten zijn de koekjes klaar om gegeten te worden.